Baby Woensdag. Haha, tijd voor videogames. Het is gewoon weer zover. Wij gaan naar Zwijnstein. En vandaag spelen we Harry Potter en de Geheime Kamer voor de PlayStation 1. In de naam van mijn missie om alle Harry Potter games gespeeld te hebben op dit kanaal. Behalve de handheld versies. Deze video's lopen niet zo spectaculair namelijk. Maar ik doe dit omdat ik wil dat ik hierop terug kan kijken. Dat ik alle versies heb gespeeld. Vooral puur voor mezelf. Fuck jullie. Hopelijk vinden jullie het leuk. Please laat een like achter. We hebben de PC-versie van deze game gespeeld en de GameCube-versie. Het is best grappig dat de versie met de mooiste graphics de oudste is. Ik speel alles blijkbaar van mooi naar lelijk. Deze game heb ik al eerder behandeld op mijn kanaal, maar ik heb de game niet uitgespeeld. Ik heb nooit een deel 2 gemaakt, ik ben nooit verder gegaan. Maar ik wil eigenlijk ook dat je deze video kunt kijken zonder die video gekeken te hebben. Dat dit gewoon het begin is van een nieuwe playthrough, maar ik wil niet opnieuw beginnen. Dus, dit is wat er is gebeurd tot nu toe. Harry kreeg bezoek van Dobby en dan gaat hij naar Rons huis en grappig genoeg is het trouwens de enige versie waar Harry andere kleding heeft dan de kleding die hij draagt op Zwijnstein. Dat is echt fucking crazy. We helpen de wemeltjes en fucking Ginny's hoofd. Wauw. Dan missen we de trein door Dobby en Dobby zit in deze game. En dan krijgen we het autostukje, dat is gameplay. Fucking cool. Dan vechten we met de beukwilg en dan zijn we op Zwijnstein aangekomen. En dit alles is like 1 uur gameplay. Holy shit. Wil jij zien dat ik dit spel uitspeel? Laat me weten in de reacties beneden. En laten we dan nu beginnen met een lekker ouderwets potje gaming. Dit zijn wederom weer gewoon grotendeels eigenlijk leuke momenten van een urenlange playthrough. Gaming! Ah! Daar zijn we, Zwijnstein. Ron, wacht op mij. Ik heb je nu dit keer daadwerkelijk nodig. Ik weet oprecht niet waar ik heen moet. Het kasteel is alweer veranderd. Ik ben vorige game ook naar kruidenkunde geweest. En het was niet langs een grote afgrond. We hebben nu kruidenkunde. Kom op. Wie de fuck ben jij? Zorg dat je binnen de tijd in het kruidenkunde bent. Ik weet niet wie jij bent trouwens. Yo, let's go. Woo! Op tijd naar de les komen met parkour. Zo blijf je in shape. Ik ben Harry Potter en dit is de ik die onderweg ben naar mijn les. Dan ga je toch niet benen! Ik ben een stronk. Je ziet mij. Kom op! Go! Meneer Potter, welkom in de les kruidenkunde voor tweedejaars. Je ziet eruit als een andere persoon, bijna. Ik weet niet hoe dit kan. Kijk uit voor het langdradig werkblad. Nee, dan heb je weer hoor, dat langdradige weekblad weer. Het is zo langdradig. Oké. Perfect. Dat zeg ik tegen mij. Oké. Hopelijk is Incendio Duo een betere spreuk dan Incendio Uno, die ik in de vorige game heb geleerd. Nee, je kan het niet. Je kan het niet nog een keer. Dit is een mandragora. De kreet van een mandragora kan dodelijk zijn. Ze zegt het zo vrolijk. Harry, wacht. Hermeline, nee! Dat is wat harder, Hermeline. Kijk, die mandragora wordt aangevallen door die reuzenslakken. Ik weet niet hoor, maar het ziet er niet uit alsof die aangevallen wordt. Om de slak... En ze rent er vandoor ook. Iets stop je in mijn inventory hoor, wacht even. Doe het even. Dat is dus altijd een heel proces. Ik ben bijna dood. Incendio. Ik ben niet lang meer de jongen die zal blijven leven. Ik ben binnenkort de jongen die gaat sterven binnenkort. Oké, dat scheelde niks. Dat was close. Dat heeft me amper geheeld ook trouwens. Varkenschool dit. Ik ben bijna dood. Was dit mijn eerste les? Was dit de les? Waarom ben ik de hele tijd gedisoriënteerd? Nee! Je hebt bijna alle mandragora's gered. 25 afdelingspunten voor Gryffindor. Wist je dat je via die geheime gang daar in het kruidenkundelokaal komt? Ja, daar kom ik net vandaan. Uit in het lokaal waar je kunt proberen je waardering te verbeteren. Mijn waardering? Mijn waardering waarvoor? Oh my god. Daarom worden er zoveel overtredingen begaan. Wat is er met mijn nek? Holy shit. Ik had verwacht dat het zo erg zou gaan als in de Steende Wijze. Kan iemand hier een perfecte score? Fuck! Oh my god! Voor deze prestatie krijg je zilveren vleugels. Wat zijn zilveren vleugels? Hoe bedoel je? Hey Harry, zin in een potje duelleren? Nee. Ik weet het niet. Wat vind jij? Ja, waarom niet? Ik vind van wel. Duelleren. Compleet andere stem heeft hij opeens. En boom. Auw. Oef. Oef.
Haal het niet in je hoofd om me ooit nog uit te dagen, Ron. Ooit! Volgens mij kun je nu bijna iedereen verslaan. Wauw, omdat ik Ron kan verslaan, zegt hij... Oh, nu moet je volgens mij iedereen kunnen verslaan, denk ik. Weird. Heb je gehoord dat Zwadderig een nieuwe zoeker heeft? Wie zou dat zijn? Ik ben het! Ik ben het! Gryffindors hoeven een plaatsje in het team tenminste niet te kopen. Niemand heeft jou om je mening gevraagd, smerig, miserig modderbloedje. Daar zul je voor boeten, Malfidus. Ron, is alles goed met je? Voel me niet goed. Ik ga hem volgen. Waarom is het glibberig? Dit is een bos. Oh, dat geluid is echt heel goor in mijn oren. Hagrid is niet zo ver, dat kan gewoon niet. De vorige keer was Hagrid zijn hut naast. Dus naast zwerkbal. Oh my god, stop er nou een keer. We moeten deze slakken zien te pakken. En je kan Miles drinkbak gebruiken om ze op te vangen. Hou de drinkbak onder Ron om ze op te vangen. Waarom moet dit? Het is zo raar. Veel succes. Dankjewel, PC1 Hagrid. Dit is zo fucked up en raar. Goed zo, Harry. Dat was een prima actie. Hoezo? Ik ben gewoon slakken gaan vangen voor jouw vermaak. Is dit wat je leuk vindt? Vieze, ranzige PS1 Hagrid? Wauw. Ik kan geen slak meer zien. Hoe durft hij Hermeline modderbloedje te noemen? Ron, het is maar een woord. Ja, maar het is wel het meest bedreigende woord dat er bestaat. Modderbloedje is een scheldwoord voor kinderen met niet-magische ouders. Nou, niemand vroeg je om dit uit te leggen. Het is maar een woord, zegt Hermeline. Die zegt, boeit mij niet. Hemeltje, het is al laat. We moeten naar de les verweer tegen de zwarte kunsten van professor Smalhart. Moet dat? Moet dat, zegt Harry. Snap het niet. Dat is niet deze achterkant. Dat is een achterkant die heeft... De achterkant van de PC-versie staat kruip in de huid van Harry. Kruip in de huid van Harry Potter. Kruip in zijn huid. Wat was het met deze era en boeren? Dat vonden ze echt fucking awesome. Een minimap was wel handig geweest. Een minimap. Had ik al prettig gevonden. Oh god, stop. Dit is zo langzaam. Oh my god. Ik wil je verscheuren. Oké. Ik ben 12, doe normaal. Dit wordt een razend interessante les. Professor Smalhart is de dapperste tovenaar aller tijden. Dat weet ik niet hoor. Kom. Kom hier. Nee, ik ben 12. Doe normaal. Ik kan dit. Ik ga het record verbreken. Harry, for fuck's sake. Dit is onderweg naar de les, hè? Ik moet fucking scherpe bijlen ontwijken om naar de les te komen. Een 12-jarig kind probeert naar de les te komen. Dan staat hij gewoon, kom! Kom naar de les, kom hier! Oh man, op 2 seconden na... Wat jammer nou, Harry. Ik dacht dat jij toch wel het schoolrecord zou kunnen verbreken. Dat zou ik willen. Waren die bijlen nodig, is mijn vraag. Was dat nodig? Dag, klas. Ik ben Gladianus Smalhart. 5 keer op rij door Heks en Haard uitgeroepen tot tovenaar met de charmantste glimlach. Ik weet niet of ik dat geloof met dit gezicht. Perfect. Okay, rustig. Je hebt een voldoende verdiend. Goed gedaan. Als je later terugkomt, kun je proberen een betere waardering te krijgen en een speciale... Wat bedoel je met waardering? Ik waardeer mijn cijfer, zoals het is. ...eens jullie ergste nachtmerrie kunnen worden. Zin. Maar er kan jullie niets gebeuren. Tja, zouden jullie 3 dit kleine krengetje en alle anderen terug in hun kooi kunnen stoppen? Nee, ik zie jullie na de les. Hij rent gewoon weg. Trificus Totalus. Wacht hoor. Moet ik gewoon nu dit, is dit het? Ja, dat was het. Zo, Harry. Ja. Ik zorg ervoor dat deze niet ontsnappen, dan kun jij de rest vangen. Hoezo ga jij zorgen dat ze niet ontsnappen? De deksel zit erop. Ook wel codetaal voor fucking Harry, doe alles misschien. Ron! Ah, what the fuck? Waarom zijn al deze vloeren zo glad? Wat slaat het op? Dit is niet eens praktisch. Uitstekend. Jullie zijn allemaal geslaagd. Hoezo? Ron heeft niks gedaan. Is hij niet geweldig? Nee. Hallo, zouden jullie 3 iets voor mij willen doen? Nee, Peter. Een sterfdagfeestje. Er zullen niet veel levenden zijn die kunnen zeggen dat ze op zo'n feestje zijn geweest.
Niemand heeft er zin in. Dat was het begin van mijn nieuwe playthrough van Harry Potter en de Geheime Kamer voor de PlayStation 1. Wil jij dat ik het uitspeel? Please. Laat me weten in de reactie. En laat mij weten wat jouw favoriete boek is. En dan zie ik jullie niet letterlijk in de volgende video. Doei!